Nederland telt tienduizenden coaches. Vandaar dat het zo moeilijk is om te bepalen wie jouw coach zal zijn. Een letterlijk natuurlijke keuze is lifecoach Nelieke Komen. Natuurlijk omdat ze met jou wandelt in de natuur als een buitengewone coach. Want alles speelt zich buiten af. En dat zijn niet zomaar wandelingen. Het gaat om trajecten door de natuur die je leren om jezelf te zijn in alle situaties. Een kennismaking met een bijzondere coach die zowel voor particulieren als bedrijven het verschil maakt. We gingen samen met haar op pad. Hi, ik ben Nelieke. Ik ben life coach in de natuur. Dat wat er in mensen omgaat heeft me altijd al geïnteresseerd. Waarom is bij de een het glas half vol en bij de ander half leeg? En zo hebben we te maken met allemaal prikkels in ons leven. We staan de hele dag aan. En net als hier, deze omgeving, ik sta hier vlakbij de A28, het gaat maar door. En zo is het ook met ons leven. We zitten continu op die automatische piloot. Ik heb hier voor 25 jaar in de reiswereld gewerkt. En mijn rugzak zit vol met ervaring en mensenkennis. En die ik heel mooi kan gebruiken tijdens het coachen in de natuur. En daar ook mijn inspiratie vandaan. Mijn passie is voor mensen, reizen, sporten en de natuur. Nou, waar loop je tegenaan? Ja, waar loop je tegenaan? Ja, dus het kan zijn je hebt slapeloze nachten, want je loopt te piekeren over je relatie of over hoe het gaat op je werk. Met je collega's loopt het niet lekker. Het kan zijn dat je voor een lastige keuze staat waar je niet uitkomt. En soms heb je daar hulp bij nodig. En dan kun je met mij mee naar buiten. En dan neem ik je mee de natuur in en dan gaan we aan de slag met je coachvraag. Ja, het gaat erom dat je jezelf kunt zijn, dus laat zien wie je bent. Dus jezelf zijn in allerlei situaties. Ze krijgen allemaal te maken met omstandigheden waar je vaak geen invloed op hebt. Maar hoe je daarmee omgaat, daar kun je wel wat aan doen en daarmee ga ik met jou aan de slag. Waarom in de natuur? Kijk om je heen. Daarom. De natuur is heel ontspannend en het inspireert. En tijdens het lopen is het ook heel makkelijk om je te uiten. Kom je dichter bij jezelf en kom je meer in contact met jezelf. De omgeving gebruiken we bij je coachvraag, want die spiegelt wat er van binnen bij je afspeelt. Dus tijdens het wandelen kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Net als de natuur in beweging is, kom je met life coaching ook in de beweging. Ik ben er voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Zowel de ondernemer als de medewerker. Werk en privé loopt vaak in elkaar over. Zo kan het zijn dat je op je werk irritaties hebt met je collega of dat het thuis niet lekker loopt. En het speelt door elkaar heen. En dan kan het zijn dat je 's nachts wakker ligt omdat je aan het piekeren bent en stress loopt op. En dan wordt het tijd dat je in de spiegel gaat kijken. We zijn vaak heel streng voor onszelf. Waarschijnlijk herken je wel dat stemmetje die de hele tijd zegt wat je moet doen. Dat is die criticus, die hebben we allemaal. Die is heel vervelend. Dus dan teken ik een bus. En jij zit zelf achter het stuur. Jij bent de buschauffeur. En misschien herken je wel, heel vaak neemt het stemmetje het van je over. Dus tijdens de coach ga ik dan met je in gesprek met die criticus. Wat hij allemaal van je wil, sinds wanneer hij er is. En wat het oplevert, of wat het je kost. En daar gaan we ook kijken naar het tegenovergestelde. Wie zit er bijvoorbeeld helemaal achter in die bus? Die ook zijn woordje wil zeggen. Maar die komt nooit aan bod. Dus zo krijg je inzicht in jezelf en dan kun je kiezen wat je wil en naar wie je wil luisteren. Buiten coachen brengt je stap voor stap dichterbij waar je wil zijn. Wil jij nou ontdekken wat life coachen in de natuur voor jou kan betekenen? Dan loop ik graag met je mee.